Ook in Haarlemmermeer neemt het aantal senioren toe. Veel beleid is specifiek gericht op jongeren en werkenden. Aan de ouderen wordt nog steeds niet heel veel gedacht. Bejaardentehuizen zijn afgebroken of gesloten. Vervoer moet u zelf regelen. Kinderen moeten hun ouders verzorgen. Want alles voor de ouderen wordt veel en veel te duur. Is bij het maken van het beleid wel aan de ouderen gevraagd wat zij willen? Ook de wooncrisis zou nu de schuld zijn van de ouderen en wordt in hun schoenen geschoven. Zij willen niet doorstromen. Zij willen de eensgezinswoningen niet verlaten. Maar er is geen bestuurder die durft te benoemen dat eigenlijk de onbeperkte asielinstroom van gelukszoekers en asielzoekers de oorzaak is. Fortsa durft dit wel te benoemen, want het is gewoon een feit. Ik sta hier bij een van de verzorgingshuizen in Haarlemmermeer. Een locatie waar bewoners graag willen wonen en ook bereid zijn voor te betalen. Daarvoor wil Fortsa bouwen voor ouderen. Dan komt de doorstroming wel op gang. Ik wil u daarom vragen op 14, 15 of 16 maart te stemmen op Fortsa. Lijst 4, kandidaat nummer 6. Dank u wel.